Rara, waar is de hond verstopt? Kijk eens wie daar ligt. Kijk eens wie daar ligt. Hey lieverd. Hey lieverd. Oh, kan je wel maar je buikje laten zien? Toen ik net thuis kwam, zag ik toevallig dat deze bestelling ook al een tijdje geleden gedaan. Net binnenkwam. Kijk hoe schattig. Ruby heeft een blauwe. En Mia heeft een groene. Even gepast. Ziet er wel echt leuk uit. Maar ja, het is dus. Ik zal de camera even draaien. En even neerzetten. Tada! Het is zaterdag. En morgen is de uitgerekende datum van Mia. Ik had eigenlijk niet verwacht dat ik zo rustig hier nu nog met Mia zou zitten. Vorig jaar toen ze beviel van alleen Ruby, toen was ze precies op de uitgerekende datum bevallen. En ik dacht nu van ja, er zitten 4 pups in die 4 keer zoveel hormonen aanmaken die eigenlijk zeggen hè, laat die weeën maar op gang komen. Dat ik eigenlijk wel had verwacht dat het misschien 1 of 2 dagen eerder zou gebeuren. Maar dat is niet het geval. Ik zit hier nu voor de werpkist. Dus ja, ik zit een beetje, hoe noemen ze die uitdrukking ook alweer? Wortel te schieten. Mijn vriend is toch wel even naar het strand momenteel. Dus ik moet zelf de camera bedienen. Ik ga natuurlijk niet meer weg. Maar Mia is echt nog super rustig. Zie nog weinig, merk nog weinig aan haar. Nu net een half uurtje geleden is voor het eerst haar temperatuur iets omlaag gegaan. Ze zat heel stabiel afgelopen paar dagen op 37,4, 37,5. En nu is dat dus voor het eerst verlaagd naar 37,1. En aangezien ik dus had verwacht dat ik al alles klaargezet had moeten hebben, staan de 2 dozen die ik op zolder heb staan en waar alle spulletjes in zitten ook natuurlijk al een tijdje klaar. Ik dacht, misschien is het wel leuk om te weten wat daarin zit. 1 wat kleinere doos en 1 grotere doos. En daar zit voor mij in ieder geval echt genoeg in om alles rond de bevalling helemaal goed te regelen. Maar goed, het internet zal er weer van alles van zeggen. Ik hoop niet dat er een soort moederbende bestaat van de hondjes. Die dan allemaal wel of niet vinden dat je het goed doet of niet goed doet. Net zoals dat de moederbende dat doet als je een baby krijgt. Heb ik van horen zeggen, ik heb nog geen kinderen. Maar deze heb ik al laten zien. Vaseline en een thermometer. Die is altijd al heel handig om vroeg bij de hand te hebben. Ik heb wel best wel een handige die echt heel snel piept. En die ook zo'n flexibel puntje heeft. Merkt Mia echt vrij weinig van. En als je dat zo ook al een paar dagen van tevoren doet, raak je daar niet meer van in de stress. En dan geef je daarna gewoon een lekker snoepje. Dit dus. Ja. Dit zal niet meteen een belletje doen rinkelen. Maar dit is fenegriek en frambozenblad. En dat zijn 2 natuurlijke capsules die kunnen bijdragen aan het opwekken van de weeën en het stimuleren van de baarmoeder. En het versterken daarvan. Dat heb ik allemaal gelezen in dit boekje. Deze. Van dekking tot uitvliegen. Echt een aanrader, die laat ik er ook altijd bij liggen, want het is super handig als je gewoon ergens weer een dag verder bent in het proces van de bevalling of van de zwangerschap dracht. Dan kan je die er altijd even bij pakken. Maar die geef ik dus nu al sinds gisteren, want 1-2 dagen van tevoren kan je dat toedienen vanaf de uitgerekende datum om de bevalling te bevorderen. Het zijn capsules waar het poeder nog in zit. Dus dat kan je gewoon in water oplossen en dan een beetje in een spuitje en in het bek doen.
Hoef je niet heel veel van te hebben. Al helemaal niet omdat het natuurlijk zo'n klein hondje is. Maar dat ben ik maar aan het geven. Want het mag natuurlijk ook weer niet te lang duren, Ruby. Nee. Dit is nog een natuurlijk middeltje wat je kan geven per uur wanneer de bevalling daadwerkelijk in gang is gezet. Dat moet je vooral niet eerder geven dan dat, want dan wordt die voeding doorgegeven aan de ongeboren pups en dat is niet de bedoeling. Maar tijdens de bevalling kan je dit er nog bij geven en voor de dagen daarna om volgens mij ook weer de baarmoeder wat rust te geven. Maar goed, ik heb deze nog niet hoeven te gebruiken, want de vorige bevalling ging echt super snel. Te snel, misschien zelfs wel. Maar goed, daar had ik een andere video over gemaakt. Verder druivensuiker. Altijd handig als je merkt dat je hondje of de pup niet helemaal lekker op gang komt. Dat je dat in een spuitje kan trekken. Eventueel voor de moeder samen met calciumtabletten. Want ze mogen vooral net nadat ze zijn bevallen niet in een calciumshock raken. Die dus. Dat zijn volgens mij alle medicijnen. Ja, kan je het echt medicijnen noemen? Ik probeer het echt zoveel mogelijk met natuurlijke middeltjes te doen. Dat zijn natuurlijk ook allemaal dingen die je bij de dierarts kan halen. Of de dierarts kan laten toedienen. Maar daar ben ik allemaal niet zo van. Verder een thermometer. En dan bedoel ik eentje die de omgevingstemperatuur bijhoudt. En die heb ik geplakt al in de werpkist. Dat zit zo'n plakkertje achterop. Om straks goed te kunnen zien of de warmtelamp wel warm genoeg is. Dit was ook nog een medicijn. Alvast ontwormingstabletten. Ik heb natuurlijk meerdere honden in huis. Dus die heb ik al van tevoren, voordat de pups zijn geboren, zelf ontwormd. En dan straks elke 2 weken blijf ik dat doen. Puppymelk. Ik hoop er geen gebruik van te hoeven maken, maar dat is handig om te hebben. Er zitten ook speentjes in, flesjes in en een paar zakjes puppymelk. Wat hebben we nog meer? Hier kan je het slijm vanuit de neus mee uitzuigen. Als dat zo is dat je hondje niet meteen helemaal goed ademt, kun je dat tegen de neus gaan zetten en dat eruit zuigen. Of, ja, ik heb hem dus nog niet gebruikt of nog niet echt hoeven te gebruiken, maar je ziet vaak ook wel mensen dat gewoon even met hun mond op de pasgeboren pup doen. Dit is een waterspuitje waar je al die natuurlijke middeltjes mee kan oplossen. Handschoentjes, als je dat wil. En deze zijn ook wel belangrijk. Die heb ik de vorige keer wel nodig gehad. Die ga ik ook nog even desinfecteren. Als ik weet dat ik ze bijna nodig ga hebben. En ademhalingsspray, die kan je dus eventueel samen toedienen. Wanneer je de neus ook aan het uitzuigen bent, daarna in de neus gaat de ademspray spuiten. Mochten ze dus niet helemaal lekker op gang komen. Je hoopt natuurlijk dat je dit allemaal niet nodig hebt. En wat is dit? Een kogger en een speciale navelstrengschaar. Die zet je er eerst op. Oh, ik ben natuurlijk rechts, dus je moet met mijn rechterhand bedienen. Die zet je op de navelstreng, klem je mee af en dan achter waar je hem hebt vastgezet, knip je meteen de navelstreng door. En dat moet dus allemaal zonder te veel bacteriën, et cetera. Dus ik heb hier ook desinfecteermiddel. Daar ga ik verder niet mee de pup zelf desinfecteren. Het is niet de bedoeling dat ik dat op de navelstreng zelf ga doen. Maar meer om de omgeving straks helemaal schoon te maken. En ook na de bevalling om de werpkist ermee schoon te maken. Wanneer er bloed en andere vochtplekken zijn om op te ruimen. Het is dus gewoon een soort Dettol, maar dan een goedkope variant. Wat zit er nog meer in die grote doos? Extra puppy pads. Die ga ik neerleggen wanneer Mia op het punt staat om te bevallen. Zodat ze niet meteen de hele werpkist vies maakt. Daar zitten nu al vetbedden in. En ik heb natuurlijk echt genoeg vetbedden. Ik heb volgens mij wel 4 of 5. En dan elke keer kan ik daar ook wel weer een nieuwe in doen. Nadat hij in de was is geweest. Maar dat is natuurlijk zonde als ik dat meteen moet doen. Dus die leggen er alvast in. Wat doekjes, washandjes, wrijfdoeken, heel veel doeken. Verder belangrijk een kruik. Die had ik sowieso vaak nodig bij Mia toen Ruby werd geboren, omdat ze natuurlijk als enige was. En ik Mia af en toe even uit moest laten en ik dan een warme kruik
naast Ruby kon leggen dat ze nog wel het idee had dat er iemand bij haar in de buurt was. Want ja, dat zien ze de eerste 2-3 weken nog helemaal niet. Ja, verder nog wattenschijfjes. Die zijn ook handig. Die heb ik vorige keer gebruikt om de darmpjes van de puppy's wat op gang te krijgen met gekookt warm water en dan een beetje laten afkoelen, maar met een nat warm doekje de buikjes van de jonge pups wrijven om ervoor te zorgen dat de ontlasting op gang komt. En ik had ze toen tussen de witte kool gelegd, toen Mia wat stuwing kreeg voor haar tepels. Die had natuurlijk, hoefde maar vrij weinig melk te geven, dus ik kreeg wat stuwingsverschijnselen bij haar tepels. Toen heb ik gekookt water, witte kool, doekjes tussen gelegd en toen een aantal keren haar buik en haar tepels mee afgekoeld, zeg maar. Heel belangrijk, het groene boekje waarin ik alles opschrijf wat mij opvalt aan temperatuur, aan hoe Mia doet en hoe straks natuurlijk de pups het doen. En dan is het eerste waar ik aan denk het wegen. Dus ik heb ook een weegschaal. Ja, aan de ene kant is het voor groenten, aan de andere kant is het voor dieren. Ik heb er een anti-slip matje ingelegd. Die weegschaal die weegt voldoende wanneer je een pup hebt van ergens hopelijk tussen de 90 gram en de 150 gram. Maar hoe weet je welke pup welke is? Ik heb echt hele schattige bandjes voor laten maken. In 6 verschillende kleurtjes. Ik ga, of het een jongetje of een meisje is, ga ik straks bandjes omdoen. Want grote kans dat die pups op elkaar gaan lijken. Ik denk wel met 90% zekerheid te kunnen zeggen dat er rood of abrikoosachtige pups uitkomen. Heel misschien een zwartje. Mia, haar oma was geloof ik zwart. Of misschien juist wel wat lichter en wat crèmekleuriger. Maar ik verwacht eigenlijk toch wel dat ze rood zijn. Dus dan is dit handig, want dan weet je wie is pupje 1, wie is pupje 2, wie is pupje 3, wie is pupje 4. En misschien zit er nog wel ergens een vijfde verstopt, weet jij veel. Dat zetten we dan hierin en dan kunnen we alle pups bijhouden. Volgens mij staat ook nog wel van Ruby bij. Ook wel leuk. Oh ja, tot dag 7 heb ik het gewicht telkens 2 keer per dag bijgehouden. En vervolgens in een soort Excel bestandje helemaal een grafiekje getekend. Was leuk om te doen. Volgens mij was dat het. Het is nu een lekkere bende hier. Ik zal de camera even pakken. Wow. Ja. Ga jij het opruimen, Rus? Nee, hè? Ja. Dus nu ga ik alles weer inpakken.